Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. En een beetje double IPA time. Double IPA uit de Verenigde Staten in de vorm van A Droid City's Sardukar. Jullie hebben al een review kunnen zien waarin ik van A Droid City hun Verdijken reviewde. Verdijken is een Imperial India Pale Ale van 8,2% die double dry hopped was met Citra en Mosaic. Sardukar is een Imperial India Pale Ale, double dry hopped met Citra en Mosaic. En ook net als beide bieren, lactose. Dit bier heb ik mogen krijgen van Extreme Beers, samen met nog een ander bier. En we hebben allemaal van de Dutch Beer Collective bieren gekregen van Extreme Beers. Extreme Beers is een hele gave webshop. Ik voel me altijd zoals ik denk, promotie maken en zo. Maar het is gewoon een gave webshop, met hele mooie bieren. En met een code die ik nog steeds niet kan uitspreken, want het is een nieuwe code dan vorig jaar. Die staat onder in de omschrijvingbox, krijg je 10% korting op je volgende bestelling bij Extreme Beers. Dus check die code, gebruik die code als je denkt, dit lijkt me wel wat. Extreme Beers, hartstikke bedankt voor het opsturen van de bieren en dus ook voor het mogelijk maken en sponsoren van deze video. Waarom heb ik deze, nou het is een stiekem een lang verhaal. We kregen deze bieren en ik had stiekem al het idee dat er wat van een Azoid bij zou zitten. En toen vroeg ik nog naar een bepaald bier. Bij de rest van de jongens, als die erin zit, dat was dus die Verdijken, mag ik dan het blik? Ik hoef niet eens het bier, ik wil gewoon graag het blik. Want Verdijken komt uit de June Booker series. Verdijken zat er niet in, maar Sardukar wel. Dus ik mocht Sardukar hebben. Vond ik al heel gaaf. Sardukar heeft ook weer te maken met June. Maar intussen heb ik dus ook Verdijken gekregen van Gerben. Dus Verdijken die heb je al kunnen zien. Nu Sardukar. Sardukar heeft dus weer te maken met June. Waar Verdijken de strijders waren van Pol Huadib, zijn de Sardukar, de elite soldaten van de keizer in de boekenserie. Nou ja, goed. Ik ben een gigantische nerd, ik ben een gigantische geek. Ik word hier helemaal vrolijk van. Ik even kijken hoor. Ja. Dat is dus Verdijken. Sardukar. Super gaaf. Zet hem hier snel weer neer. Ik zie die recht al te lullen als een idioot, want het gaat helemaal nergens over. Maar ik ben gewoon helemaal happy en psyched en positief en wow, ik vind het gewoon super. Een Imperial India Pale Ale met twee van mijn favoriete hoppen, Citra en Mosaic. En dan was het double dry hopped. Nou, de lactose bij de vorige had ik helemaal geen last van. Ik vond het fantastisch. Ik ben heel benieuwd of het bier exact hetzelfde gaat zijn of anders. Want je kan wel denken, ja maar het is lactose, double dry hopped, India Pale Ale, het zijn dezelfde hopsoorten. Hoe je de lactose toepast, de manier, de hoeveelheid van het ene hop tegenover de andere, wanneer je ze aan de kook toevoegt, al dat soort dingen, kan allemaal ontzettend veel effect hebben op het eindresultaat. Dat je dezelfde ingrediënten gebruikt, kun je met andere technieken toch een ander bier krijgen. Dus ja, wie weet, misschien is dit bier wel hartstikke anders. Ingeblikt op 4 februari, het is nu 8 mei, dus 3 maanden oud. Ja, oké. Niet super vers meer, maar ook niet afschuwelijk of zo. Dus ik stel voor dat we bier gewoon gaan openen en gaan proberen. Ja, de bieren die ik tot nu toe in mijn leven heb gehad van A Droid City, goed gevuld ook, waren echt super. Dus ik ben ook heel benieuwd naar deze. Nou, hij ziet er, zoals ik hem nu inschenk, eigenlijk wel hetzelfde uit als Verdijken. Ik heb het idee, maar dan zou ik hem terug moeten kijken, dat hij misschien ietsje hazier is. Wat troepeler. Een beetje meer van dat turkey gravy en... Dat kan aan mij liggen. En ook tijdens het uitschenken. En dat heeft misschien te maken met. Ja, ik kan er verschillende dingen leggen. Had ik het idee dat Verdijken ook wat minder koolzuur had. Want deze heeft, of schuimkraag. Want deze heeft toch wel echt een behoorlijke dikke schuimkraag. Volgens mij in vergelijking met die andere. Maar die had ik ook in een ander glas. En hoe je hem in uitschenkt. In een bepaald glas kan weer een bepaalde effect hebben. Hij ziet er in ieder geval hartstikke goed uit. Echt als een hazy Imperial India Pale Ale. Laten we eens even kijken wat hij doet in de neus. Het is een 2 weken geleden, 3 weken geleden dat ik Verdijken gehad heb. Maar ik heb het idee dat deze wel ietsje anders is. Over het algemeen komt het profiel heel erg hetzelfde over. Ontzettend veel tropische vruchten. Ananas, mango, papaya, dat soort dingen. Perzik, citrus komt ook absoluut veel terug. Maar deze komt mij toch een beetje meer gefocust waar die andere nog een beetje meer weedy danky had. Een beetje meer grondse, aardse tonen. Een beetje meer van dat spice. En een beetje meer van dat
bieslook, wilde knoflookachtige groen. Komt deze bij veel meer in de buurt van echt gewoon veel, veel rijpe vruchten, rijpe ananas, rijpe mango, dat soort dingen. Er zit een iets scherper randje aan, heb ik het idee. Nou, ik heb toch echt het idee dat we het wel over een iets ander bier hebben eigenlijk. Het leuke was geweest als ik ze alle twee tegenover elkaar had kunnen proeven. Maar qua video vond ik dat niet helemaal eerlijk, omdat het om een bier ging dat ik van iemand gekregen heb persoonlijk. En een bier van een webshop af. Dat ik denk, ik wil dat toch graag gescheiden houden. Ja, absoluut veel zoet, overrijp tropisch fruit. Ik heb het idee dat ik in Verdijken wat meer citrustonen terugkreeg. Hier ietsje minder. Ik heb het idee dat ik hier een beetje meer munt krijg. Terwijl die andere wat meer naar dat bieslook ging. Hier een beetje meer richting munt. Ik heb ook geen idee of dezelfde gistsoort gebruikt is trouwens. Want dat is ook weer een ding wat heel veel mensen onderschatten. Hè? Wat voor gistsoort gebruik je? Dat heeft ook alweer ontzettend veel invloed. Op welke temperatuur voeg je de hoppen toe aan de kook, de hoeveelheden in de dry hopping, heb je van de ene hop meer dan de andere. Dat het dezelfde hoppen, dezelfde ingrediënten zijn, wederom, het kan een heel ander bier geven. Hij ruikt intussen trouwens wel heel erg fijn. Zeker voor een bier van 3 maanden oud moet ik zeggen dat ik niet het idee heb dat ik hier een 3 maanden oude IPA ruik. Ik heb al eens IPA's van 6 tot 8 weken gehad en ik echt dacht, nou jongen, dit is al lang niet meer super mooi vers. En deze die komt nog super goed over. Hij ruikt in ieder geval fantastisch. We gaan eens even kijken wat hij doet qua smaak. Extreme Beers, hartstikke bedankt voor het opsturen van het bier. En ja, wederom een beetje het sponsor van de video. Cheers. Oké, die grondse aardse smaken komen in de tonen komen in de smaak wat meer naar voren. Wat ik een beetje vanuit het mozaïek krijg. Ook weer een beetje dat munt. Het doet me echt denken aan, over het algemeen ontzettend veel vruchten trouwens. Wederom ananas, mango, papaya, steenvruchten, citrus. Zelfs iets wat me doet denken aan wat besjes, wat rode vruchten. Misschien een hint van iets van lychee en peer, een beetje dat witte vrucht. Maar dat hint... Het doet me bijna denken aan een vruchtensalade met verse munt erdoor. Op een hele mooie positieve manier. Alcoholpercentage, hij is te merken. Je merkt dat hij wel wat hoger in het alcohol zit. En lactose doet eigenlijk hier geluk, want dat heb ik wel vaker gezegd. Als er één ingrediënt is waar ik een typisch pleuris hekel aan heb, dan is het wel lactose. Maar als het in de juiste hoeveelheden gebruikt wordt, kan het inderdaad. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik heb niet een hekel aan het ingrediënt. Ik heb een hekel aan hoe de meeste mensen het verkeerd gebruiken. Mensen die gek zijn op koriander willen wel eens veel te veel toevoegen in een gerecht. Vers koriander. 9 van de 10 brouwerijen die hebben zoiets van... Oh wauw, het publiek is helemaal geil aan het worden van lactose. Laten we het eens het hoofdingrediënt maken. Dat wordt hier niet gedaan. Het wordt hier mooi subtiel toegepast. Het geeft een subtiele extra romigheid en zoetheid... zonder dat het bier overdreven lactose forward maakt. Er zijn ook veel meer double IPA's daar... In omloop die je gedronken hebt in de rest van in je hele leven tot nu toe. Waarvan je waarschijnlijk niet eens door had dat er lactose in zat. Teruggaan naar dit bier. Het grappige is dat ik nog steeds een hele lichte hopburn ervaar. Heel licht. Op een plezante manier. Eigenlijk is het gewoon alles wat je verwacht van die... Amerikaanse double IPA's. Ten eerste even, en dat heb ik nog niet echt genoemd, maar dat wil ik erbij noemen, absoluut zoet. Deze heeft echt een voorkeur om zoet te willen zijn. Er zit gelukkig net een klein tikje, wat ik zei, nog een hele lichte hopburn in. Subtiel bittertje. De bitterheid is ver te zoeken. Hij zit er subtiel in dat hij nog wat meer te bieden heeft. Maar hij is nog net niet op het niveau van zoetheid dat het een afbreuk doet voor mij persoonlijk. Veel meer neigen naar de tropische vruchten. Absoluut. Met wat hinten van een beetje grapefruit. Een beetje limoen. Een beetje sinaasappel, mandarijn. Eigenlijk gewoon echt een hartstikke lekkere all-round double IPA. Die van alles en nog wat te bieden heeft.
Persoonlijk ben ik nog niet teleurgesteld geweest in de bieren van La Droid City. Volgens mij, ik zou het weer eens terug moeten zoeken. Jullie weten dat ik een hekel heb aan triple IPA's. Maar volgens mij is zelfs een van mijn favoriete triple IPA's was dat er eentje van La Droid. Het enige wat ik weet is... Weg gaat geweldig staan naast het blik van Verdijken. Dat sowieso al. Maar mocht je nou interesse hebben in dit bier, moet je absoluut even de website checken. De webshop van Extreme Beers. Ik doe dan even een link onder in de omschrijvingbox. Onderaan de video met die code die ik niet uit kan spreken. Want het is niet meer een hele makkelijke zoals het hier voor Extreme Dutch Beer Collective was. Hij is even anders, maar die code kun je dus gebruiken om 10% korting te krijgen op je bestelling. Dat is altijd heel gaaf. Ja, en dat was het eigenlijk wel voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onderin de omschrijvingbox links naar alle social media. Link naar de Dutch Beer Collective waar je ook weer bieren terug kan vinden van Extreme Beers. Die door de rest van de jongens gereviewd wordt. Link naar mysterybeer.nl. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.